die kijkt naar deze week voor Frost, de duim omhoog en abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Veel plezier met kijken! Bel ze een beetje lastig, nou ja, niet lastig, maar bel ze wat sneller vandaag omdat het heel druk is en dan vindt Tess het altijd spannend. Dus nu is Tess heel langzaam aan het licht rijden en Bel die snapt er niet zoveel van. Tess vindt het altijd moeilijk als de bak zo vol is. Maar ja, het is koud, buiten is de bak bevroren, dus dan heb je niet zoveel keuze, dit is het. Dus Tess die doet nu heel rustig. Nou, ga maar stappen. Maar stappen op je zitten, niet met je teugeltjes. Keuren, belonen. We hebben eventjes de paardjes eten gegeven. Ik ga Henja zo meteen nog eventjes losgooien daarna. En ja, dus even wachten tot ze klaar is met eten. Ik ga nu Henja loszetten. Ze loopt naast me, zoals je kan zien. En ja, we lopen nu naar de bak. Ik zal even mijn lampje pakken. Kijk dan, een licht. Och, ik word wel blind. Maar nog niet uit. Kom mee, je draai. Ja. Ja, gaan we lekker even spelen. Zo. Zo, en dan pak ik Bel nog even en die zit ik er dan bij. Oké, ik kom net achter dat ik helemaal niet op play heb gedrukt. hij ging ineens uit. Dus ik dacht al, wat is dat nou? Maar Henja die staat hier. Zo. Niet weglopen, Henja. Nee. Ja, Bel is wel leuk, hè. Oh, de cuties. Hoi. Ja, ik zit alleen even te filmen hoor. Vandaag gaan we naar Teteringen. En zoals je ziet, vandaag waren mijn achteruitrijmoves niet fantastisch. Ik ga even de slot insprayen, omdat het niet zo lekker meer open gaat. Dus dan moet ik een spulletje hebben. Dan had ik een spulletje gekregen. Ergens. Kijk, is je busje. En dan gaat het busje. Gaat in het slot. Nou, dat past. En als het goed is, spuit daar ook nog even een beetje. Gaat dan beter. Dat hoop ik maar. Want dat ging niet zo heel makkelijk meer. De Tetering Vereniging Eigen Paard met ons trailertje. Dus ik moet eventjes de boel aan elkaar gaan koppelen. En dan gaan we zo laden. Komt nu een verrassing. Oh, en de verrassing is voor mij. Waarom staat de trailer open? Ja, ik denk hij staat op slot. Maar hij is niet op slot. Hij is gewoon open. Dat is niet de bedoeling. Hij moet op slot. Nou ja, eten moet ik natuurlijk ook nog halen. Er ligt hier wel een beetje goed, hè? Ja, nou. Oh, dus de volgende al. Ik loop in Showtrust 17. Ah, die meiden zijn wel sterk, jongens. Hey, check dan. Het gaat gewoon zo. Hoppatee. Ja, jongens. Ze worden handig, die meiden. Doe eens vaker. Volgens mij weten ze ook precies waar alles moet liggen. Ze hebben een plek. Hoek. Je kan het ook gewoon in mijn auto gooien. Of niet? Zo. Nou ja, klaar. We kunnen weg. We zijn bij Vereniging Eigen Paard. Stal Jespers. En wat doet Tessa? Wat doe je? Knuffelen. Knuffelen.
Zouden er paarden zijn die niet met Tess willen knuffelen? Of is Tess gewoon de grote paardenknuffelaar of zo? En Kim? Kim is op haar telefoon bezig. Ik ben aan het kijken naar een vacature voor operatieassistent. Oh, vertel. Geen idee waar het is. Wat ga je doen? Wat? Nou, leg even uit. Oh. Nou, ik doe dit jaar eindexamen en hopelijk haal ik het. En ik ben dus al aan het kijken voor de volgende opleiding en ik wil operatieassistent doen. Maar ik moet me dan solliciteren. En ik ben, ja, gewoon een... ik had me aangemeld voor een job alert en er kwam, ik kreeg een mailtje, dus ik keek even. Dus dames en heren, zoekt u nog een operatieassistent in opleiding? Dan hebben wij hier, Kim, laat even jezelf zien, draai even een rondje. Tada! Onze Kim! Nooit van. Nou. Nee. Rebecca wordt aangevallen door paarden. Nee. Gewoon MySpace, dit is mijn ruimte en dit is jullie ruimte. Ga maar eventjes kijken naar... hoe heet die film? Dirty Dancing. This is your space en this is my space. Dat betekent 48. Zelfs niet als je een poot op veel te flink. Dat kan niet. Ah, daar zit de thee. Dank je wel. Hallo, wat hebben we? We hebben in de stoel. Moet Kim er niet onderhand op? Bijna. Ik moet je daarom geen thee. Oh. Waarom heb je geen kleur van? Zo. Mood swings. Nee. Bij Vereniging Eigen Paard en Stal Jespers hebben ze gewoon een kerstboom in de bak met cadeautjes. Ja, ik denk er zit snoep in. Hier komt het politie-speurpaard. Ze wil zelfs niet meer stilstaan. Is Henja een kerstpony? Dat is de vraag. Oh, jij had eigenlijk je kerstoutfit aan moeten doen, Tess. Ja, eigenlijk wel. Het ligt gewoon thuis. Dat prima gekund. Is ook bijzonder verlicht. Henja, die wil geen pakketje. Stoute Tessa. Snoepies! Snoepies! Doe mij snoepies! Nou, dit was het, jongens. We gaan nu rondjes om de kerstboom filmen. Ik weet niet precies waarom, maar het is in ieder geval grappig. Ja. En doe je dan een liedje erom? Rocking Around the Christmas Tree? Yes. Yes? Nou, kom ik net op het lokaal binnen. Nee, je moet eerst vertellen, Tessa heeft kerstdiner, bla bla bla. Oh. Ja, knip maar. Tessa die heeft kerstdiner en ja, we waren een beetje laat. En ja, ik dit lokaal binnenlopen met die tas met eten. En ja, ik zag Tessa niet, want ik ken natuurlijk niemand uit die klas of uit die school. Of überhaupt waar ze zit. Dus ja, ik zag Tessa niet en toen stond ik daar maar een beetje van, oké. Hoi, het is 8:00 ochtends nu. En ik ben even opgestaan. En jij kan ook mijn beeld. Ik heb nou ineens hele boze wenkbrauwen. Ben je die, goed even kijken ook. Nee, niet, maar mij mag weten. En ik ga vandaag veel video's opnemen. Alleen, het was in ieder geval het plan. Het regent nu alleen. Dus ik moet even kijken wat ik wel aan. Oké, ik ben helemaal nat. Dus dat kan je wel zien. En ja, het is heel vies weer, het regent. Ik heb de paardjes in de molen gezet. Dus ik ga nu even de hapjes maken. En daarna even Verona zooi bijvullen. Verona! Kom eens hier, Peter.
Het is heel vroeg, vrijdagochtend. Ik kan je vertellen, het is heel erg rot weer. Kimmy die is nat, ik heb gewoon een pet op en ook nog een muts eroverheen. Ja, mijn jas is in de was geweest, dus die was sowieso nog nat. Oh, fijn. Dus nat dit, nat nat. We moeten toch een keer gewassen worden? Dat is wel waar, jas moet gewassen worden. Vrijdag vandaag en ik ga morgen op vakantie. Gisteren zijn we bij het kerstcircus geweest. En Rebecca heeft stress, want we moeten eigenlijk op vrijdag altijd paard doen. Maar wie is er vrij vandaag? Ik heb gewoon op vakantie. Dus die was er zo lief om de paardjes te gaan doen. Dus Rebecca is een stuk gelukkiger. Het scheelt me gewoon anderhalf uur. Ja, oké, okay, ik gebruik 5 minuten om even dit verhaal te vertellen, want ik ben echt, echt wel heel erg blij. Ik ga zo meteen dus editen voor Ahoy, het kerstcircus. Kerstcircus hoor, moet ik zeggen. Ja. Vond je het leuk gisteren? Ja. Ja, ik vond het ook wel echt heel gaaf. Ik vond het wel echt leuk. Wat vond je het leukste? Van die hondjes te leuk. Ja, kijk, die tackles waren zo schattig. Ja. Super cute. Ja. Nou ja, inmiddels hebben jullie de video van het kerstcircus al gezien als jullie deze video zien. Maar, dat vond ik wel heel leuk. Ik zal hem even linken. Ik kan nu niet met mijn vinger wijzen, want ik heb namelijk de lamp. Kijk. Ja. Oh, waar? Daar? Ja. Daar. De lamp vast, maar Kim kan het wel. Of daar. Ik weet niet waar die zit. Op het i'tje, maakt niet uit. 1, 2. Ja. Dus we gaan even puffen en dan ga ik gauw enten. Nou, ik ga vandaag weer rijden op Bel. Het is de laatste keer voordat het kerst is. Dus ik ga op vakantie. Dus ik heb van Bel eigenlijk een kerstpony omgetoverd. Zin in een springles? Ja. Wat ga je doen? Springen. Ja, dat snap ik, maar is er nog iets dat je wil oefenen of zo? Nee, want ik ga springen. Dus ik ga springen oefenen. Oké. Okay. De vorige keer ging het, ging het niet zo heel goed, maar deze week ging het wel weer heel erg goed. Een paardje twijfelt, maar dat maakt niet uit. Een paardje verwachtte ik het ook niet, dus dan lag ik er soort van half naast. En nu heb ik last van een beetje spierpijn in mijn rug en in mijn kont, ook nog van gisteren van Ahoy. En ja, wat zeg je helemaal? Ik was de rally. En ik voel me nu eigenlijk een beetje